Ik ben iets met sport gaan studeren omdat ik altijd sport. Ik vind sport echt het leukste wat er is. Ik ben zelf fietsklosser geweest en snowboarder. Ik heb ook jaren snowboardtraining gegeven, ook in Oostenrijk lesgegeven. Ik wil het wat verder uitbreiden en wat meer binnen het onderwijs brengen. Dit is een hele brede opleiding en die kan ik nog alle kanten mee uit. De inhoud van de lessen is niet alleen praktijk. En, je krijgt ook redelijk wat theorie, dus redelijk wat biologie, redelijk wat natuurkunde en ook redelijk wat psychologie. En dat maakt ook wel een mooie variatie binnen de opleiding. Dat je niet alleen maar bezig bent met de praktijk, maar ook de theorie erachter. Nou, we zien van de mensen die klaar zijn met hun studie dat het merendeel eigenlijk in het jaar nadat ze klaar zijn direct een baan vindt ook in het sport- en beweegveld. En ook zie je dat er steeds meer banen komen binnen de sport- en beweegsector. Dat is echt groeiende de laatste tijd, dus dat is natuurlijk ook gunstig wanneer je hier klaar bent met studeren. Ik heb specifiek voor de HAN gekozen omdat deze school de drie domeinen society, health en business alle drie behandelt. En omdat de sfeer hier heel leuk is en je hier echt allerlei sporten kan doen. En Nijmegen is natuurlijk een superleuke studentenstad. Heb je iets met sport, dan is het denk ik sowieso leuk om onze open dag eens te bezoeken. Eens even te kijken waar krijg je hier onderwijs. Maar zorg ook dat je jezelf goed inleest en dat je weet waar je nou voor gaat kiezen. Ben je enthousiast geworden, denk je dit is misschien wel iets voor mij. Kun je ook naar de meeloopdagen komen of naar de proefstudeerdagen. En uiteindelijk kun je op die manier denk ik een keus maken om hier te komen studeren.